Goeiedag, het laatste nieuws uit de filmindustrie. Met onder meer een eerste blik op de nieuwste Pirates of the Caribbean film. De meest geweldige cast van het moment en een explosie aan nieuwe trailers. Voor wie niet kan wachten tot het vijfde deel van Pirates of the Caribbean verschijnt, kijken we nu even op de set. En Johnny Depp heeft zich voor dit deel weer in een lastige situatie gewerkt. Disney heeft een eerste foto van de opnames vrijgegeven, waarop te zien is dat Captain Jack Sparrow, gespeeld door Depp, stevig vastgebonden zit. Ja, fans moeten nog wel even wachten tot ze de eerste bewegende beelden kunnen zien, want de film verschijnt pas in de zomer van 2017. Brad Pitt, Ryan Gosling, Christian Bale en Steve Carell, dat zijn tot nu toe de leden van de nu al beste cast van dit filmjaar. De topacteurs zijn te bewonderen in The Big Short. En die film zal draaien om een ingenieuze uitvinding vlak voor de financiële instorting van 2008. De mannen zullen naar alle waarschijnlijkheid dus vooral in strakke pakken te zien zijn. De productie van de film is inmiddels begonnen in New Orleans. We wisten al dat Ben Stiller en Owen Wilson opnieuw in hun rollen van Derek Zoolander en Hansel duiken voor Zoolander 2. Maar nu heeft Stiller met een wel heel typisch filmpje laten weten dat Billy Zane er ook weer bij is. In het eerste deel was Zane heel kort te zien als zichzelf. Zoolander 2 zal begin 2016 in de bioscopen te zien zijn. Hey Hansel, wouldn't it be cool if Billy Zane was in Zoolander 2? Yeah, that'd be great. Wow. Het filmseizoen is met The Avengers 2 nu echt van start gegaan. En dat is ook te merken aan de explosie aan trailers. Star Wars, Jurassic World, Batman vs. Superman en vele andere spektakelfilms hebben deze week een trailer uitgebracht. Nou, wij hebben er een compilatie van gemaakt. It's not about control. Stand down. It's a relationship. The feeling of powerlessness. That turns good men cruel. You guys sure you're in the best shape to be doing this? Yeah. We're good. Scott, I've been watching you for a while. You're different. And I believe everyone deserves a shot at redemption. Do you? Dat was hem weer. Meer filmnieuws op onze site en in de krant. Tot volgende week.